de start op Heeg. Want het wier windkracht 5, dus het wier wat rommelig op die start. Het wier was aan route met een gate. Dus ik ging naar de Walsijnerwal, dan ging om de Heegse tonnen. En dan kom je weer weer om en dan leidt bij de Heegmerwal. Daar leidt dan nog 2 tonsjes en dan maak je kiezen. Maar ja, dan kies je uit zijn ik een slag. En dan betekent dat dat als je bijvoorbeeld de stuurboot tonnen kiezen, dan kies je ik de stuurboot slag. Het wier wat neet in die start al hier even. Het wier nou ja, wat lietse eindjes. Ken je erachter Delfredi van der Heijden hier. Ja, het ken alweer krek en dan koe het loskomen. Maar het waaide hut en dus dan ziet er vlagen in die tuigen. Nou, zie Henk recht, maar ik alweer draaien. En zo komt het ervoor. En dan denk je die slag over stuurboot. Ja, dat is hem dan toch. Ziet een meter kan voor. Hij wil de petit starten. Ja. Maar hij komt er dus net. Want dan moet je op de bakboordskip en wacht je. En het bakboordskip wie je eerst Jelle Talsma en dan komt Henk Keizer. En dan komt Sibo Siesling. En die komen alle jaar over bakboord aan. En dan moet Henk rechts en ziet een meter die moet overal achterlangs. En ziek je en ziek je. Nee, een opening die er. En die is er helemaal net. Want ze ging je wel achter Jeroen de Vos langs. En dan kan ze krek van die oren langs komen. Maar ja, daar leidt Tony Brundel. En Tony Brundel raasde om het leven. Maar dat joeg al je neer. Want ziet een meter die dwort even vader die draait. Ja, dat ken ik net. Waardoor ze iedereen net voortkomen ken. En dan draait hij direct. En dan moet Tony Brundel helemaal opsturen. En dus in het neer zitten. En Tony Brundel die loopte de protestvlag. En die dacht van ja, ik vind dit niks. En ja, Henk rechts is natuurlijk een man dat er wel graag in protesteren wil. Nou, zak het zaakje dan een beetje om het tonnen. In de richting van de benedenstoring. Nou, je leidt het mooi in Jonkerkoor. Sibo Siesling, daar leidt Kees Jonker. En daar leidt Jeroen de Vos Jonker. Het zie het heel dicht bij elkaar. Maar als Sibo Siesling dan het doek oergooit, dan komt het krek net boven Kees Jonker te lonen. En dan kiezen ze toch maar de stuurbootslag. Sa, schitterend gezicht. Sa griemelt dat helemaal in elkaar om, als je dan naar sjoggen. En dan zie je dat die jongens van los al een beetje los komen en naar voren gaan. En dat oren hult die de lijn, had zei Kees Jonker. Die mat hult die achter de ingen en dan achter de oren. Del Klaas zei het al, daar gingen ze net al die even liggen goed het egen. En dan moet je de zaak weer helemaal oorloeken om ergens daar te komen. En dus is het Jelle Talsma, die komt aardig door dat eerste kruisrek hinnen. Die shot is even om hem hinnen. En dan shot er van, ik lees eigenlijk een mooi eindje voor. Ik ken het eigenlijk wel rijstig onderaan. En hoe zit het dan eigenlijk met de oren? Dat is Henk Keizer weer. Ja, ik ga alle waardering van die man, want die bloed er helemaal bij zitten. En hij zal net verdwijnen uit de top. Alhoewel, hij shot nog wel even om, want hij krijgt dan de jongens van los achter hem. En weet je, dit is Henk rechts. Die komt als laatste om het tonnen. In de tweede kruisrek. Helemaal als laatste. De man die het onkopst hier in het klassement. Dat ken je dus ik geboren. Met het rare zeil. Met die gaffel erbij. Nou, Jelle Talsma. Hij bloedt voorlopig voorop. Shot ik eigenlijk helemaal net omheen. Want dat hoeft misschien ik helemaal net. Want hij bloedt voorlopig wel voor. Jongens van los. Komen die voorbij Henk Keizer? Ja, ik denk dat dat al het geval is. En ze show even om en ze show even om en ze show even om. Ja, en dan had ze het wel redden. Nee, Henk Keizer moet er dus achterlangs. Dat is zonde. Die man zielen al je mijn Rutte dingen omhollen al je. Die man van Henk Keizer moet ze haast maar vertellen waarom dat het geval is. Het is wel een beschutting. Hè? Nou, die beschutting is in elk geval goed, want ze bloedt erbij. Jelle Talsma komt om de tonnen. Deun krijgt een mooi vlaagje even. Ja, het vlak is goed skin. Daar kan je dan maar rekening mee houden. En dan komen de jongens van los al en dan komt Henk Keizer en dan komt de rest erachteraan. Tony Brundel nog altijd mij de protestvlaggen en die komt ik naar voren. En dan show je dat ineens, hey, ziet een meter, ziet een meter. Ja, ja, ze horen de scoort vast. Ja, dan jouwt het helemaal niks achter. En dan val je dus om. En dat is een van de slachtoffers van dit zielen. En dan moet je even al je mijlkoor de skeer opnemen. En dan even mijlkoor razen. Doe dit en doe dat. En dan komt er aan een sleepboord bij. En die loopt dan al hier dat voort. Even jaren. Dat ben we. We hebben een heel mooi voort. Nou ja, en dan ziel je dus om die hindernis heen. Zag je dat al eerder? Dan zei Sibo, ja, als ik deze scheef in, dan val ik misschien net om. Nee, dat gaat er inderdaad net. En zo ziel je dan naar de bovenste tonneta. Jongens van los, hoe komt dat? Eigenlijk mij, Jelle Talsma. Kan ze erbij komen of kan ze er net bij komen? Even Sien, zij komen nog steeds als twadden om de tonnen. En treden is nog altijd Henk Keijder. En dan komt Sietemeter weer Oerijn op datzelfde stuit. En dan is er dus niet meer om de hand. Zo wij, we zijn net los, jongens.
jongens in het volgende cruisrek. Want ja, die had twee halen dingen. Hult het weer voordraait bij Jelle Talsma. En Jelle Talsma kan net meer verdedigen. En dan ben ze op stuurboord die jongens van los. Maar dan gaan ze voor Jelle Talsma los, denk ik. Als je het zou zeggen, ja, draaien. En dan op de tonnetta. En dan is er geen verwin meer mogelijk. Die jongens van los. Ben vier bij de snelste dit. Had sneur al blikken dingen. En de dot no op een nij blikken. En het is mooi dat de beide mannen niet voor hier om het kampioenschap strijden. Naar Safel strijden joert om ditzelfde kampioenschap in de IFKS-klasse. Even trok in als je Jelle Talsma sjoggen en een shot Piet Blauw naar voren. Want dem maar we eindelijk weer hinnen. Maar Jelle Talsma die weet het dan in gedachten al van daar kom ik net binnen de pas. Hendrik Keizer nog steeds op het tredde plakje. Keurig diende. Alleer onvallend van deze beide man. Die de Korik in het shock waren. Zitten Tony Brundel en Sibo Siesling. En die komen ik richting die tonnen. Hij had altijd die protestvlag erin. Tony Brundel. Ik weet net of er een McKinsey in had. Maar dat zullen we daarnaast is wel. Maar Sibo Siesling die kan voorbloeien bij Tony Brundel. En dan het Safort het volgende rek in verder. Maar achter Henk Keizeron, die doet het werkelijk uitstekend. Een schitterend beeld van het prachtige veld. Waarin Robert de Jong het ik nog aardig doet. Dan is dit de laatste route naar de finish. En dan beziek het Jelle Talsma. Beziek het wat op heugde komen. Beziek het ken ik nog heuger komen als de jongens van los in datzelfde rekje. Dan zit er maar 5, 6 meter tussen. Kennen dat komen? Kennen dat kleer krijgen? Het vakje klappert een paar keer. Ja, en dan jouw rebelliers. En dan stoot de jongens van los, die stoot terug naar de finish. En daar vieren zij harn oerwinning. Helemaal gefeliciteerd, want dit is een geweldige overwinning. En dit bezit ik weer een revanche op Juster, want die zaak bloedt voorlopig gelijk. En de tweede in deze wedstrijd, dat is dus Jelle Talsma. En de beide mannen die we vorig hier zien had tot on de laatste dag, die showen nu ik tot on de laatste dag. Hoi. En dat wint dus de nummer 1 en 2. Traaien dus Henk Keizer, Fjouwer, Sibo Siesling. Tom Brundel op een 5e plak, dan Jeroen de Vos, San Robert Jong, 8 Michiel Kalsbeek, dan Jochen Henk rechts, Kees Jonker op een 10e plak, Mare Deen, Olve Peter de Koe, Tolve Martin Vlasbloem en Freddy van der Heijden, trettende en onder een Kees Riesebos, Walter de Vries en als laatste Sietemeter en die zeggen we al even de Boijem van de Hegeman, maar onderziek je. Dan krijgen we hier het klassement. Daarbij hebben we dan net het minste resultaat. Oulutsen. Sibo Siesling zit dan op een eerste plak met 9 punten. Jelle Talsma 10 punten. Henk rechts 15,9. Delmelos 18,8. Desondanks dan Santje en Augeen zelfs. Tom Brundel op een 5e plak met 24. Nou ja, vierde kan je naar beneden lezen. Dan komen we al in de 30 punten. En ze zakken we naar onder en daar. Pikken we er nog even niet uit. Martin Vlasbloem bijvoorbeeld 40 punten. Nou, en dan sluiten we af. Maar zegt je de plak, my Kees Riesebos.